We hebben afgelopen week de kanttekeningen van parlementariër Edgar Sampie gehoord, die aangeeft of aangaf dat er geen middelen, dat er weinig tot geen middelen ter beschikking worden gesteld voor wat betreft de ABOP-ministeries. Hij ging er verder door aan te geven dat men vreest voor de groei van de ABOP en dat er met twee maten wordt gemeten. Nou, minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning, die heeft er hierop antwoord gegeven en de minister benadrukt dat de indruk verkeerd is dat bepaalde beleidsgebieden geen geld ontvangen en anderen wel ontvangen. We legden dit voor aan parlementariër Sampie. We spraken met hem hierover en over enkele andere zaken. Kijk, wanneer het zover komt dat ik iets aanhaal in DNA, dan sta ik 100% achter wat ik aanhaal in DNA. Omdat ik niet zomaar op een dag sta en zeg van ik ga dit zeggen. Ik weet niet van die andere ministeries of die andere paracentrale bedrijven. Maar ik ben in contact met de ministeries die onder de ABOP vallen. En zeker ook die paracentrale bedrijven. Om bijvoorbeeld specifiek te noemen SWM. Voor de begrotingsbehandeling heb ik met SWM gezeten. En die mannen wisten me een heleboel zaken te vertellen. Zaken die ik niet aangehaald heb in DNA. Maar ik heb maar een paar aangehaald. En er is dus nog veel meer? Er is dus veel meer wat gaande is. Maar het komt erop neer dat de regering moet gaan investeren in het oplossen van het drinkwaterprobleem. Ja, ze praten al langer dan 2 jaar over een 7 miljoen wat SWM zou moeten krijgen om dat waterdruk en de productiecapaciteit van SWM te verhogen in Paramaribo en Wanica. En dat krijgt SWM maar niet. Maar oké, je hoort dat dat geld niet rechtstreeks overgemaakt zal worden naar SWM, omdat er gewerkt zal worden op basis van een middels een openbare inschrijving. En die ondernemers die dan in aanmerking komen voor zo'n project, dat geld zal dan rechtstreeks gestort worden op de rekening van die ondernemers. Zo heeft hij een aantal zaken aangehaald. Maar natuurlijk heeft hij geargumenteerd zaken aangehaald. Maar de praktijk wijst anders uit. Ja? En wanneer ik zaken aanhoud, is het niet dat ik de regering negatief wil bespreken. Maar het zijn de parlementariërs die op hun donder krijgen wanneer ze in een buurt rondlopen of langslopen. En ze zien bijvoorbeeld dat vuil niet is opgehaald, dat de straatverlichting niet gedaan is, dat de bermen niet zijn opgehaald, dat de straten niet geëgaliseerd zijn en dergelijke, dat de kinderen niet kunnen sporten en noem maar op. En dan moet ik het zeggen. Ja, en als we zien dat bijvoorbeeld ROS, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, welke belast is met sport, geen middelen krijgt, weinig tot geen middelen krijgt om sportontwikkeling te stimuleren, om topsport te stimuleren, om onze topsporters te accommoderen, dan ga je natuurlijk aangeven dat het ministerie geen middelen krijgt om haar projecten, om zijn projecten uit te voeren. Dus dat is de lijn die ik bewandel om de minister van Financiën en de president wakker te schudden. Om in deze tweede helft of laatste helft meer dan ooit te kijken naar alle ministeries en alle paracentrale bedrijven. Zodat middelen daar gestopt worden om de projecten uit te voeren. Anders worden er een afgelopen. Maar nu is het moment, heer Sampie, waar nu hebben we de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Merkt u dat na uw betoog er toezeggingen zijn gedaan om middelen vrij te krijgen? Ja, dus ik zie, de minister van Financiën is niet zo'n koppige minister of een persoon. Dus na mijn betoog hebben we gesprekken gehad in coalitieverband, ABOPL-verband, om zaken aangaande de begroting te bespreken. En we zien dat de minister willing is om waar er verschuivingen moeten komen in de begroting, verschuivingen te doen, zodat de prioriteitsprojecten uitgegarandeerd kunnen worden voor een hele jaar. En daar ben ik blij mee. Dus we kijken reikhalzend uit naar die tour en de uitkomst van
de beloftes van de minister dat wij zeker wat zaken gedaan kunnen krijgen en wat meer middelen kunnen krijgen waar er prioriteiten gesteld moeten worden. Maar ik heb met wat collega parlementariërs van u gesproken en liefst parlementariërs uit de eigen coalitie, heer Sampi. En zij geven aan dat u te veel individualiseert. U moet meer gaan centraliseren. U hebt het veel over ik, de ABAP-ministeries, dat wij zo moeten zijn, omdat nou een regering geven ze aan. Kijk, ik ben iemand die vrij bent met alle ministeries. En het moment dat je een issue hebt, ga je mij benaderen. Begrijp je? En het zijn die ABAP-ministeries die mij benaderen met hun issues. Dus als bijvoorbeeld iemand van Staatsolie een issue heeft en meneer Sampi wil benaderen om dat punt hier aan te kaarten, dan zie ik graag dat die persoon me via e-mail of via een telefoontje of een appje benadert van meneer Sampi. Er is een issue gaande, kom langs. Zo benaderen scholen mij ook, zo benaderen die resortsraadsleden mij ook om langs te komen en ik ga. Ik ben open voor ieder en natuurlijk, ik zie het ook dat alleen die ABAP-ministeries mij benaderen, maar ik zie ook graag. Maar het ministerie van Volksgezondheid, je merkt dat ik de laatste tijd weinig praat over het ministerie, omdat ik een beetje meer verstandhouding heb met die minister. Nadat ik een aantal felle discussies hier heb gehad met de minister van LVV ook. Zie je dat ik een beetje weinig praat over de ministeries. Omdat ik nu een beetje in lijn ben met hun beleid. En ik zie wat ze doen voor het volk. En ik probeer hun kritisch, voorzichtig te begeleiden. Zodat wij een goede uitkomst daaruit kunnen krijgen. En Sarah Sand voor jou, dan ga je collega parlementariër mevrouw Sabayo. Oh nee, kijk, in het parlement heb je altijd die momenten waar collega's dingen uithalen waarmee je niet eens bent. En ik probeerde dat lid te corrigeren. En we zien dat dat lid op persoonlijke toer probeert te gaan door te zeggen dat meneer Sampi bij aankomst van deze regering gronden voor zichzelf heeft aangevraagd. Ik heb in 2019 nog grond aangevraagd en ik heb het in 2020 toegewezen gekregen. Dus ik ben een Surinamer en elk Surinamer heeft recht op een stukje grond. Dus als zij dat gebruiken als een argument om zand te strooien in de ogen van de samenleving, alsof Sampi fout is geweest om een stukje grond aan te vragen, dan moet ze de lijn doortrekken. Dat ieder Surinamer fout is wanneer ze gronden aanvragen. Dus het lid moet beter voorbereid komen en beter zaken naar voren aanhalen. En dan kunnen we op één lijn staan. Ja. En nu u uit de zaal bent en wat nuchter kunt nadenken, want hier hebben we frisse lucht, meneer Sampi, bent u van oordeel dat de voorzitter van het parlement goed gehandeld heeft in deze? Kijk, de voorzitter is iemand die ik volg. En als hij de jonge parlementariërs oproept om niet de richting op te gaan van confrontatie, dan vind ik dat correct, ja, en op zijn plaats. We zijn jong en soms denk je dat wat jij doet het beste is, maar die ouderen weten altijd beter. En dan moeten we de adviezen opvolgen van die ouderen. En als ouderen heeft hij ons opgeroepen om de richting van verstandhouding, geen confrontatie op te gaan, zodat het werk van het parlement niet verstoord kan worden. En binnen het parlement, maar ook niet buiten het parlement. En dat zodat we geen beeld creëren bij de samenleving alsof we fitting aan ons refi. Maar we zijn broeders en zusters, dus we moeten als broeders en zusters met elkaar optrekken, zodat we een goede uitkomst kunnen hebben na dit zittingstermijn. We zijn nu in het voorjaar van de verkiezingen, heer Sampi. Dus ik neem aan dat we dergelijke momenten veel vaker zullen zien. Momenten waar je een goede politieke uitkomst eruit kan halen. Daar gaan we meewerken en daar gaan we ons stem laten horen. Maar momenten waar je geen politieke uitkomst kan, goede of positieve politieke uitkomst zal halen, daar zal je ons dan niet horen. Ja. Maar
na uw kritische houding, uw kritische toon, heer Sampi, niet, nu heb ik het dan niet over uw collega parlementariër mevrouw Sabayo, maar richting die regering. Wat hoopt u dat dat nu toch mag teweeg brengen? Want Usabi, de voorzitter van de ABOP, tevens vicepresident, heeft zich ettelijke malen daarover uitgelaten dat hij niet tevreden was met die samenwerking in 2023, omdat Furusanobeman City, wat hoopt u dat het nu uiteindelijk mag gaan worden? Kijk, de vicepresident heeft onlangs tijdens de jaardag van de VHP aangegeven dat wij ready staan en wachten op 2025. En dat heeft hij aangegeven omdat hij een zekere hoop heeft, een zekere geloof dat zaken beter kunnen gaan deze laatste helft. En dat er een betere verstandhouding in de regering gecreëerd kan worden. Zodat er een betere beeld ontstaat in de samenleving. Zodat de samenleving deze combinatie weer kan zegenen met de regeringsmacht in 2025. Maar als dat niet gebeurt, dan vrees ik dat wij in 2025 afgestraft gaan worden door de samenleving. Dus we zijn in de coalitie en ik verwacht dat na mijn kritische houding de regering anders naar zaken gaat kijken. En zaken die beloofd zijn aan de samenleving, tastbare resultaten die beloofd zijn aan de samenleving, dat daaraan gewerkt zal worden. Zodat de samenleving ziet dat je werkt en dat de samenleving nog steeds achter je kan staan om je in 2025 weer te zegenen met meer zetels. U beweegt er veel in de samenleving, heer Sampi. Ja, wanneer u zo bent, wat zeggen de mensen? Als we vandaag naar de stembus zouden gaan, dan zou de combinatie ABOP, VHP, PL weinig of minder zetels behalen dan wat wij gehad hebben in 2020. En dat is het beeld in de samenleving. En ik geloof dat de regeringstop hiervan bewust is. Wij als parlementariërs zijn er ook van bewust. Dus alles wat wij kunnen doen om de samenleving in de richting te bewegen om weer te gaan geloven in deze combinatie, in deze partijen, moeten we doen. Ja, de ABOP is bezig en we denken dat wij in de goede richting zijn om weer geloof te winnen bij de samenleving. En dat vertrouwen Sakatjinso, waaraan ligt dat volgens u? Aan de projecten die niet uitgevoerd worden. Ja, PCS is vandaag op bezoek bijvoorbeeld. En daar klaagt men al jaar en dag over een tekort aan medicijnen. Drinkwaterproblematiek, welke maar niet opgelost of duurzaam opgelost kan worden. Vuilophaal op de buurt, die straten in Paramaribo die zoveel gaten hebben. Noem maar op, de verkeerde prioriteiten die gesteld worden, die gronden die uitgedeeld zijn aan de samenleving, die maar niet ontbost kunnen worden of bouwrijp gemaakt kunnen worden voor de samenleving om te kunnen bouwen. Dus de prijzen in de winkels die stijgen, dus al dit soort dingen maken dat de regering vertrouwen verliest bij de samenleving. Maar als de regering deze zaken in deze korte tijd aanpakt, dan geloof ik dat de regering op deze partij weer goede beurt kunnen maken.